We zijn in de favela Faiskenke in het noorden van Rio. In deze wijk wonen 16.000 mensen. En hier voetballen 125 kinderen in de club. In elke leeftijdsgroep is een groep van 25 kinderen. We werden gelijk heel erg enthousiast ontvangen door de president van de wijkraad en de dominee die al, van de kerk die al met jiu-jitsu bezig was. Nou, er was helemaal niks voor de jongeren aan sport verder in deze wijk. Dus de mensen waren enorm blij dat wij hier kwamen. Op dit moment geven wij 20 uur wordt er voetbal gegeven aan de jeugd. We willen daar natuurlijk 40 uur van maken. Wij betalen het sportmateriaal en de trainer. En dadelijk ook krijgen de kinderen allemaal een lunch na het eten. We zouden dit heel graag willen overdekken. Want je ziet, het is een stenen veldje en als het regent kan er niet gesport worden. Wij willen natuurlijk ook veiligheid. Dus een veilige zaal waar we ook onze sportschool, onze sportmateriaal kunnen bewaren. Want dat hebben we niet.